Dag iedereen, ik ben Tom van de Talent Academy en we gaan het vandaag in deze video eens hebben over hoe dat we motion graphics templates kunnen maken vanuit After Effects en die dan exporteren naar onze CC libraries, zodanig dat we die op een gemakkelijke manier kunnen delen met onze collega's die eventueel op een andere locatie aan hetzelfde project aan het werken zijn. Nadat we die template gemaakt hebben, gaan we die ook nog eens bekijken in Premiere Pro, hoe dat we die dan moeten gaan implementeren. Dus we gaan direct naar After Effects. En hier in After Effects heb ik een kleine animatie voorzien die we kunnen omzetten naar een motion graphics template. Dus hoe beginnen we daar nu aan? Wel, in deze animatie zit een aantal zaken, zoals een tekstlaag en een shape layer die aangepast moeten kunnen worden in Premiere Pro, dus in de template. Om een template te gaan maken, gaan we werken met het Essential Graphics Panel. En het Essential Graphics Panel staat hier bij mij al open. Als je dat hier niet ziet staan, kan je altijd bij Window Essential Graphics gaan aanklikken. En dan ga je dit paneel terugvinden. Het eerste dat we tegen After Effects moeten zeggen, is welke compositie hij moet gebruiken als master compositie. Dus we zien hier bij master staan, select a composition. En klikken we daarop, hier komt een lijst met al onze composities. Nu, in dit project is er maar eentje aanwezig. En we klikken op de juiste compositie. Dan krijgen we eigenlijk het actief venster. Hier moeten we nu een naam gaan ingeven voor onze template. Dus die we gaan straks terugvinden in Premiere Pro. Dus dat is ook de naam die de template gaat dragen. Dus ik ga deze titel animatie noemen, gewoon voor het eenvoudig te houden. En dan gaan we zien hoe dat we zaken moeten toevoegen aan deze template. Het eerste dat ik wil kunnen aanpassen in mijn template is uiteraard mijn tekst. Dus de inhoud van de tekstlaag titel hier, deze wil ik eigenlijk kunnen aanpassen. Om die te kunnen aanpassen hebben we de source tekst nodig. Dat is eigenlijk de property die onze inhoud van onze tekst zal vasthouden. En als ik even mijn tekstlaag openklik, dan vind ik hier onder tekst de property source tekst. Dus deze heb ik nodig. En hoe voeg ik dat nu toe aan mijn template? Simpelweg door die property vanuit de timeline te slepen in het Essential Graphics Panel. Voilà, nu zit deze property in onze template die we straks kunnen exporteren. En je zal zien, dit werkt ook al meteen. Dus als ik hier nu de inhoud van die property wil aanpassen, kan ik hier gewoon zeggen headline. En voilà, de headline wordt hier nu ingevuld. Dit brengt mij direct bij een volgende property die ik zou moeten kunnen aanpassen. En dat is wel de size van deze rectangle hier. Want ja, voorlopig gaat die niet meeschalen met onze tekst, dus moeten we daar een control voor voorzien dat dat kan aangepast worden. Dus wat heb ik nodig? Dit is eigenlijk gewoon een shape layer. Dus ik ga even mijn tijdlijn dichtklappen en eens naar mijn shape layer gaan kijken. Daar zit eigenlijk gewoon één rectangle in. En in die rectangle path, daar vinden we natuurlijk een size property. Dus deze size property ga ik ook slepen in mijn Essential Graphics paneel, zodanig dat ik eigenlijk gewoon hier de size kan aanpassen vanuit mijn template. En voilà. Zo weet ik dat ik dat zeker altijd kan aanpassen, ook al is mijn tekst langer of korter dan degene die er nu in zit. Even om te laten zien, alle animaties werken nog zoals ze zouden moeten, dus dat is geen probleem. Goed, het volgende dat ik wil gaan toevoegen zijn uiteraard de kleuren van mijn template die wil ik kunnen aanpassen. In dit geval zijn er eigenlijk drie zaken die ik moet kunnen aanpassen. De kleur van de tekst, de kleur van de strook rond mijn kader en dan nog de kleur van de drop shadow, want die witte lijnen hier is een drop shadow effect hier op een adjustment layer geplaatst, dus die wil ik ook kunnen aanpassen. Dus wat heb ik nodig? De color properties. Nu, om gemakkelijk daarna te zoeken, kan ik eigenlijk dit zoekvenster gebruiken, want ik weet de naam van de property die ik nodig heb.
Dus color. Dus als ik color ingeef, dan gaan hier alle properties tevoorschijn komen met color. De eerste is dan mijn shadow color. Ja, die heb ik nodig, dus die sleep ik in mijn Essential Graphics paneel en dan kan ik die straks aanpassen. Ook van mijn shape, ziet hier de stroke, daarvan de color. Ja, die heb ik ook nodig, dus die sleep ik er ook in. Nu, één klein probleem: van de textcolor krijg je niets te zien. Hoe komt dat? Textcolor wordt eigenlijk in ons characterpaneel ingesteld en dat zit niet in onze timeline. Dus daarvoor moeten we een kleine omweg maken om dat ook in onze template te gaan steken. Nu, ik ga hier even mijn zoekbalk leegmaken, zodat ik weer allemaal lagen zie. En dan kan ik eigenlijk op mijn tekstlaag gewoon een effectje gaan toepassen en dat noemen we fill. Dus ik zoek even achter fill en hier generate fill. Dubbelklik daarop en dan wordt er eigenlijk een kleur toegepast op die laag. Nu kan ik hier bij color eventueel al dit magenta kiezen zodat ik al zeker hetzelfde heb. En als ik nu zoek bij color, dan zien we dat we ook bij onze tekstlaag een color parameter hebben. En die kan ik nu in mijn Essential Graphics paneel er gaan bijvoegen. Nu let wel op, die labels hier, die zijn ook wel belangrijk. Want we zien nu, we hebben twee color properties met gewoon dezelfde naam. Dat is niet meer zo handig. Nu, ik weet dat die onderste mijn tekstcolor is, dus ik ga die tekstcolor noemen. En dan ga ik deze mijn box color noemen. Shadow color, dat lijkt me redelijk duidelijk wat dat wil zeggen. Size ga ik ook box size noemen, zodat dat duidelijk blijft. En hier bovenaan ga ik in plaats van source text maar titel ingeven, zodat ik weet dat dat eigenlijk de titel is. Dan ga ik het even hebben over onze tekstproperty hier, want daar staat nog iets bij dat ook zeer belangrijk kan zijn. Hier staat Edit Properties en ik ga daar eens op klikken en dan zien we hier dat we nog een paar extra zaken kunnen gaan aanduiden. Ik ga het vooral over die bovenste hebben hier. Enable Custom Font Selection, daarmee kunnen we mensen toelaten om een ander font te gaan kiezen. Okay. Nu, als je te maken hebt met een huisstijlfont en dat mag niet aangepast worden, dan laten we dat uiteraard uitstaan. Maar als mensen zelf nog een font mogen kunnen kiezen, dan kan je dit aanzetten. Dus ik ga dat ook even doen. Hetzelfde voor de grootte van de tekst. Ik kan dat vastzetten dat de fontgrootte niet kan aangepast worden. Ofwel, ik ga dat dit keer wel doen. En de full styles, dat is voor een full italic, een full bold, dat laat ik meestal uitstaan. En ik ga op OK klikken en dan zien we dat die extra properties hier ook tevoorschijn komen. En dus ook aanpasbaar zullen zijn in onze template. Iets dat wel belangrijk is om zeker en vast mee te geven, is dat als ik mijn size van mijn tekst aanpas, dat er iets gebeurt dat niet altijd even handig is. Namelijk, ik zal nu verkleinen, dat zal misschien iets duidelijker zijn. Uw size wordt altijd berekend vanuit de baseline van uw titel. Daar kunnen we nu jammer genoeg niet direct iets aan doen. Maar dat maakt wel dat het moeilijker wordt om onze box hier te gaan positioneren. Ik ga even op een neutralere plaats zetten. Dus als ik nu zeg, oké, ja, mijn box size moet verkleinen, dan zeg ik, geen probleem, ik kan die verkleinen, maar je ziet, die komt niet op de juiste plaats te staan. Dus het is ook belangrijk om daar rekening mee te houden. Als je dat nooit wilt voor hebben, kan je zeggen, ik zet de font size gewoon niet aanpasbaar. Maar uiteraard, je zag dat bij het kleinste verschil in titel, dat je al in de problemen kan komen. Nu, wat is hier een oplossing voor? Je kan bijvoorbeeld hier bij de titel shape eigenlijk de position er gaan bijhalen. En die ook gaan toepassen hierbij. Dus, box position, zo'n hoofdletter schrijven. En dan kan ik eigenlijk hier nog de positie gaan bepalen. Zie je? Dus dan kan ik daarmee gaan spelen. Ook in Premiere Pro straks. En voilà.
Zo. En alles zal nog altijd werken zoals het moet werken. Het volgende dat ik zeker nog wil meegeven is hier bij Add Formatting. Daar kunnen we nog comments toevoegen. Comments zijn gewoon comments. Dus dat is gewoon een tekstveld waarin je iets van tekst kan zetten dat eventueel iets van je template kan uitleggen. Ik ga die nu even terug verwijderen. Ik heb die niet per se nodig. En Add Group. Met een groep kunnen we bijvoorbeeld zeggen, dit is onze course. Groep. En dan kan ik al mijn kleuren daar gaan insteken. Ik moet wel zien dat ik ze op de juiste plaats laat vallen voor in de groep te steken. En dan zie je dat je hier gewoon een groep hebt. Meer voor organisatorische redenen. Eens dat we dit allemaal klaargespeeld hebben, dan kunnen we hier nog eens gaan kijken wat hier nog allemaal staat. Want we hebben die eerste twee hier behandeld, maar deze twee knoppen nog niet. Nu, de Solo Supported Layers is eigenlijk gewoon, als je niet weet wat je allemaal in een template kan steken, dan kan je daar eens op klikken. En dan zal ik hier de tijdlijn eens vergroten. En dan kan je zien dat er heel wat properties zijn die compatibel zijn met het Essential Graphics paneel. En die kan je dus allemaal in een template gaan steken. Dus dat is de Solo Supported Properties knop. De Set Poster Time laat eigenlijk gewoon toe om onze thumbnail hier aan te passen. Als ik hier ergens anders ga in de tijdlijn, bijvoorbeeld hier, en ik zeg Set Poster Time, dan ga je zien dat die thumbnail geüpdate wordt. Dus zet die best op een plaats waarbij duidelijk is welke template dat je hier aan het maken bent. Nu ga ik mijn template exporteren en ik ga dat doen via de CC Libraries. Dat vind ik het gemakkelijkste, want dat kan ik eenvoudig delen met mijn collega's. Dus het is belangrijk dat ik natuurlijk eerst een library maak. Hier bij mijn libraries heb ik al eentje gemaakt, YouTube Mogwort. Nu als je nog geen gemaakt hebt, kan je hier al bij dit menuutje kiezen voor Create a New Library. En dan maak je direct een nieuwe library aan. Dit dien je eerst te doen voordat je je template exporteert. Dan klik ik op Export Motion Graphics Template, hier helemaal onderaan. En dan gaat hij, in het geval dat uw project nog niet gesaved is, vragen om uw project te saven. En dan komt dit tevoorschijn. En hier kan je bij Destination gaan kiezen waar dat je dat gaat opslaan. Het eerste is de Local Template Folder. Dat is eigenlijk de folder binnen Premiere Pro, waarin al verschillende motion graphic templates gaan zitten. Dus je kan die daar meteen gaan in opslaan. Kan handig zijn als je enkel op je eigen toestel blijft werken. Local Drive is gewoon een eigen locatie waar je kan kiezen. Dan kan je eventueel die Mogwort file gaan delen met gelijk wie. Nu, ik kies voor mijn CC libraries, dus daaronder staan al jouw CC libraries. En in dit geval kies ik voor de YouTube Mogwort. Je kan hier nog een paar compatibility checkboxes aanzetten. Ik laat die meestal gewoon allemaal aanstaan. En je kan hier onderaan ook nog keywords toevoegen om zoekfuncties te vergemakkelijken. Dat heeft vooral te maken als die in jouw templates folder zitten. Want kan het wel nodig zijn dat je met zoektermen gaat op zoek gaan naar je templates. In dit geval is dat niet echt nodig, dus ik ga dat overslaan en ik zeg oké. Okay. Voilà, die heeft dat geëxporteerd. Ik zie hier ook al dat dat in mijn CC library is gekomen. En nu gaan we een keer kijken hoe dat we dat in Premiere Pro kunnen gaan gebruiken. En dan ga ik even naar Premiere. Ik heb hier een projectje openstaan met een simpel videotje. Dus daarop wil ik nu mijn titel gaan opzetten. Goed, een beetje uitzoomen. Hoe doe ik dat nu? Ik moet eerst naar mijn CC library gaan. Uiteraard, want daarin heb ik mijn Mogwort gezet. Dus ik ga naar Libraries en kan hier zoeken naar de juiste library. En bij deze staat die daar gewoon in. En nu is het zo simpel als slepen naar mijn tijdlijn. Laten vallen, dan gaat hij dat even moeten importeren. En voilà, mijn titel staat hierin.
Nu natuurlijk wil ik nog die titel kunnen aanpassen, dus ik ga even naar graphics. Want bij graphics hebben we ook het Essential Graphics paneel. En als ik mijn clip hier geselecteerd heb, dan kan ik hier alles aanpassen wat we in ons Essential Graphics paneel in After Effects hebben toegevoegd. Dus als titel kan ik hier bijvoorbeeld zeggen Talent Academy. En dan moet ik uiteraard mijn box size gaan aanpassen. Dus mijn x size moet ik hier aanpassen. Zo. Oké. Dat ziet er redelijk oké uit. Dat kan ik eraf spelen. Voilà. En al mijn animatie zit daarin. Super. Eventueel kan ik natuurlijk ook nog de kleuren gaan aanpassen. Dus ik kan bijvoorbeeld hier met de color picker werken. En hier een blauw gaan insteken. En eventueel het gele hierbij gaan nemen. Misschien een beetje te zwak, dus kan ik een beetje aanpassen. Een beetje feller maken. En zo kan ik eigenlijk alles aanpassen wat ik hier heb ingestoken. Zo simpel is het. Op deze manier kan je gemakkelijk je motion graphic templates exporteren naar je libraries. En dan kan je die libraries delen met je collega's. Zo kan je zelfs van op afstand samenwerken op een heel gemakkelijke manier. Ik was Tom van de Talent Academy. Tot de volgende keer. Bye.